Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik ben weer terug. Ik heb even een weekje vlogvrij genomen. Vlogverlof, zoals ik het zelf noem. En dat was wel echt even lekker. Het was ook wel even nodig, maar het was ook echt even lekker. En het is nu maandag 18 maart, dus ik ga weer beginnen met in ieder geval de weekvlogs en de weekendvlogs. En een extra video zo nu en dan op vrijdag, hè? Zoals we al gingen. En zoals jullie zien ben ik intussen naar de kapper geweest. Dat was afgelopen zaterdag. Als jullie me op Instagram volgen, ik heet daar Hoi, ik ben Bianca, heb je dat ook al kunnen zien. En ik wilde eigenlijk voor nieuwe krullen, want ik heb permanent in mijn haar, tenminste had. Want ik denk dat het meeste er inmiddels wel uit is, alhoewel het krult nog aardig onderin. En daar wilde ik eigenlijk weer voor gaan, maar uiteindelijk is het toch een nieuw kleurtje geworden. Beetje rood, of een beetje. Ja, je ziet het nu niet in het zonlicht, maar het is goed rood. Dus helemaal leuk, tenminste ik vind het helemaal leuk. En we gaan weer aan een nieuwe week beginnen. Doe ik dit handig? Ja, zo dan maar. Zie je, nu zie je echt dat het rood-rood is. nieuwe week. Leuke week ook weer. Tenminste, niet heel veel op de planning, maar gewoon lekker. En wat hebben jullie gemist in de afgelopen tijd? Wie is de Mol België? Daar wil ik het nog wel even over hebben. Want jeetje, wat is dat tof zeg. Tenminste, ik vind het heel tof. Ik ga even kijken of ik jullie neer kan zetten. Want ik krijg nu wel weer een lamme arm. Zo'n vlogarm kweken, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde hoor. Dat lukt me nog niet erg. Terwijl ik toch best stevige armspieren heb, zou je denken. Maar goed. Wie is de Mol of niet? Wie is de Mol? De Mol België. Ik heb nu de eerste twee afleveringen gezien. Er zijn er ook pas twee. Maar wat is het tof zeg. Dus blijf je nog lekker even in die Mol mood hangen, zeg maar. Helemaal zin in. Vanavond komt straks iemand even wat ophalen. En voor de rest heb ik niet heel veel op de planning staan eigenlijk. Moet nog wat mailtjes doen. Maar goed, voor de rest morgenavond kaarten, woensdagavond een Skype meeting, donderdagavond weer dansen. Dus het is ook niet erg dat ik even een avondje niks heb, want de rest van de week wordt al druk zat. Volgende week moet ik weer op woensdag werken, dus dan is het weer een... Maar dan ben ik wel op vrijdag vrij, dus dan wordt die dag lekker omgedraaid. En voor de rest gaan we zien wat deze week ons gaat brengen. Ik ben in ieder geval blij om jullie weer te zien. Klinkt een beetje raar, maar ik vind het leuk om er weer aan te beginnen na mijn vlogverlof. En we gaan er weer wat leuks van maken deze week. Daar ben ik nog heel even, want ik zit nu wel deze gezellige opening te maken. En ik vind het ook echt oprecht heel leuk om weer terug te zijn. En om met jullie te delen wat jullie gemist hebben. Maar zoals ik net al zei, het is vandaag maandag 18 maart. En dat is ook de dag van een vreselijke schietpartij in Utrecht. Waar ik toch niet zomaar aan voorbij wil gaan. Ik vind dit ook weer niet de plek om daar heel uitgebreid bij stil te staan. Maar goed, het betekent niet dat ik niet denk aan de nabestaanden en dat ik het allemaal heel erg voor hen vind. En ja, dat je je daar toch mee bezighoudt. Dus ik wilde het wel even benoemen, omdat het nu anders lijkt dat ik er volledig aan voorbij ga. En dat vind ik ook niet helemaal eerlijk. Dus dat wou ik nog even kwijt. Zo, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. Ik ga even mijn medicijnen innemen. Even eten. En dan richting werk. Het is nu 7:10. Ik moet op twee locaties zijn vandaag. En er zijn nogal wat wegen hier afgesloten. Dus we gaan het zien hoe ver we komen. Dat is wel irritant hoor. Alles is dicht en... Maar goed. We zien wel hoe lang we erover doen. Daarom ga ik op tijd weg. Vanmiddag zwemmen. Hydrotherapie. En dan vanavond kaarten. Nu is het inmiddels al bijna 7:15. Dus ga ik opschieten. Tot vanmiddag. Zo, hallo.
Dinsdag inmiddels. Werkdagje achter de rug. Ik ging even het koffiezetapparaat aanzetten, want ik lust wel een bakje koffie. Oh, het is pas 5:50. We hebben best vroeg gegeten. Maar goed, lekker curry. Dus dat was super lekker. En dus ik heb nog eventjes voordat we naar de, kijk, naar de kaartclub gaan. Ga ik altijd om 7:00 de deur uit. En ik denk dat ik jullie vanavond weer even meeneem. Het is alweer een tijdje geleden, dus dat is wel gezellig. Dat is te dichtbij, hè, maar lui. dus ik ga even lekker een bakje doen. En ja, zie ik jullie op de kaartclub. Tot dan. Zo, en dan zou je denken, ben je nou nog niet weg? Nou, ik ben alweer terug, want kijk, inmiddels is het donker. Camera vergeten mee te nemen. Jullie hebben al die tijd die stoel gelegen. Want dan had ik de camera expres neergelegd bij mijn tas. Ik denk, als ik dan mijn tas pak, neem ik de camera mee. Niet dus. Maar goed, het was wel weer gezellig. Goede punten gehaald, dus dat is altijd leuk. En nu is het zo tijd om te gaan slapen. 10:30 denk ik of zo. Ja, 10:30. Ik ben morgen wel vrij, maar ik ga zo lekker naar bed. En dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag, dus ik ben vrij. En ik was wakker geworden en ik dacht op een gegeven moment, ik ga lekker even, ik had nog een podcast eventjes liggen luisteren. En op een gegeven moment dacht ik, ga lekker mijn bed uit. En ik had een bakkie genomen. En ik zit even de vlog van Janneke van vanochtend te kijken, van haar nieuwe kanaal. Huisje Veel Te Vree Kids. Als je het nog niet kent, abonneer er even op. Ik zal een linkje onder in de beschrijving zetten, want ze heeft nu haar eigen kanaal, Huisje Wel Tevreden. Waarom zeg ik dat altijd? Huisje Wel Tevreden. Die heeft ze nog, maar ze heeft een apart kanaal voor de kids gemaakt. Superleuk. Dus, nou, abonneer er allemaal even op. Maar goed, haar zat ik dus te kijken. En ik ga een tweede bakje maken en mijn ontbijt pakken. En ik kijk op de klok. Is het pas 7:55? Ik had het gevoel alsof het al veel later was. Nou ja, alleen maar lekker toch? Want dan duurt deze dag lekker lang. Lekker lang. Dus ik ga even ontbijten en dan zie ik jullie later weer. Zo, inmiddels is het al heel wat later, 10:30. En ik ga even stemmen. Gaan jullie ook stemmen vandaag? Wel doen, hè? Tenminste, als je mag stemmen. Maar mijn kijkers mogen denk ik wel stemmen. Ik ben heel benieuwd of ik minderjarige kijkers heb. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar stel dat het zo is, laat het even weten. Want ik ben er toch benieuwd naar. Ik ben dan weer niet groot genoeg om die statistieken te kunnen zien. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet een beetje van degenen die altijd reageren natuurlijk. Maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet zo goed. Ik twijfel ook heel erg of dit shirtje nou wel of niet leuk is met mijn haar. Wacht even. De lens een beetje schoonmaken. Jeroen, als je kijkt, sorry, ik heb je doekjes ergens, maar ik weet even niet waar. Ik had doekjes van hem gekregen om mijn lens schoon te maken. Nou, ik denk dat dat wel kan eigenlijk. Ja, en aan de andere kant, ik ga ook niet mijn hele garderobe aanpassen. Omdat ik mijn haar heb geverfd. Zo zit ik dan ook weer niet in elkaar. Maar goed, het is wel droog buiten. En het lijkt alsof de... Nee, het lijkt helemaal niet of de zon schijnt. Het is gewoon licht. Zie je? Maar wel bewolkt en zo. Ik ben benieuwd naar de temperatuur. Maar ik ga het eens even voelen, want ik ga even stemmen. Tot straks. Een keertje een luxe lunch. Met 2 eitjes, 2 boterhammen en een beetje frietlijn. Dat is frietsaus. Het minste wat ik kon vinden. Het is een beetje meer dan misschien toegestaan is. Maar goed. Ik heb het netjes in mijn app bijgewerkt. Dus ja. Het is gewoon een kwestie van keuzes maken. En ik maak nu deze keuze. En ik ga er lekker van genieten. Eet smakelijk, wou ik nog even zeggen, maar ik drukte de camera al uit. Ik was iets te snel. Nou, eet smakelijk dus. Uren verder. Het is al avond zoals je ziet. Ik heb vanmiddag eigenlijk gewoon een beetje gerommeld in huis. Ik ben nog even de deur uit geweest. Niet heel veel bijzonders. Natuurlijk nog even naar mijn neefje. Dat was super gezellig. En wat jullie op de achtergrond horen is een vlog van de hummeltjes die ik nu aan het kijken ben. Straks nog even DVD kijken. Gewoon even chillen. En
Dan wordt het morgen weer een nieuwe dag, dus ik zie jullie morgen. Goedemiddag. Oeh, ik krijg over mijn eigen tas heen. Dat is ook niet de bedoeling. Even een bakkie zetten. Het is donderdagmiddag. Alweer. Gisteren niet meer zo heel veel gevlogd. Gebeurde ook niet meer zo heel veel. Is dit handig als ik jullie even hier neerzet? En dan valt mijn hoofd eraf. Dat is ook niet de bedoeling. Hi. Mijn belichting ook niet heel... Heel handig, hè? Maar goed, het werkt wel, want ik ga daar koffie zetten. Zoals het goed is. Ja, daar ben ik weer. Gewerkt vandaag op een andere locatie dan dat ik normaal gewend ben. Dus dat was heel erg leuk. Ik ben een beetje aan het meelopen met verschillende collega's. Omdat zij de nieuwe werkwijze die we allemaal gaan hanteren al doen. Dus ja, dan is het leuk om daar een beetje mee te spieken. En net gegeten, het is pas 5:15 hoor, dus we hebben lekker vroeg gegeten. Maar komt er straks nog even iemand langs en daarna ga ik dansen. Daar heb ik heel veel zin in, want dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Ik had 2 weken geleden afgezegd omdat ik zo last van mijn schouder had en me toch niet helemaal fit voelde. Nou, een dag later werd ik ook ziek, dus op zich... Was dat dan ook wel weer logisch. En vorige week ging het niet door. Want toen was de dansleraar ziek. Dus nou, nu hebben we het allemaal achter de rug hopelijk. En gaan we er vanavond weer gezellig tegenaan. Dus daar heb ik zin in. Ik zou ondertussen een bakje gaan zetten, maar ik ben alleen maar aan het lullen. Ik weet niet of je het nog buiten kan zien. Nou, je ziet weinig. Maar het is gewoon druilerig rot weer. Dus ik hoop dat... binnenkort de zon gaat schijnen, want daar ben ik wel echt ernstig aan toe. En meerdere met mij, denk ik. Nou, ik ga lekker even mijn bakje opdrinken. Goedemorgen. Vrijdagochtend alweer. Gisteren lekker gedanst. Ik heb even de camera niet meegenomen. Ik wilde even mijn hoofd leegmaken en dat is goed gelukt. We hebben echt een onwijs... leuke les gehad. Ik zal jullie even een foto laten zien die we hebben gemaakt gisteren. Ik heb hem ook al op Instagram gedeeld. Dus daar zal je hem waarschijnlijk wel kunnen zien. Dat is deze foto. Nou, dat geeft wel aan hoe leuk het was gisteren. Volgende week neem ik jullie weer een keertje mee. Want... dat is ook wel weer eens leuk. Vandaag vrijdag, dus alweer het eind van deze weekvlog. Vanmiddag ga ik de weekendvlog beginnen. Ik heb een redelijk rustig dagje voor de boeg op mijn werk, dus dat is fijn. Ik heb weer een gesprek met mijn loopbaancoach, om het maar even zo te zeggen. Het is niet helemaal wat het is, maar ik weet anders ook niet hoe ik het uit moet leggen. Dus daar ben ik ook wel weer benieuwd naar. En voor de rest, niet zoveel op de planning. Vanavond wel, maar dat gaan jullie zien in de nieuwe weekendvlog. Dus daar ga ik nog lekker niks over zeggen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie in een volgende video. Doei doei!